De Afghaanse vluchtelingen verlaten kamp Heumensoord. Ze krijgen verspreid over het land woningen toegewezen. Lastig is dat ze hun fiets niet mogen meenemen. En die fietsen had Nijmegenaar Peter Hartsuiker nu juist voor ze opgeknapt. En op een gegeven moment krijg ik een appje van die zit is verhuisd naar Arnhem. Ik zei, hey, leuk. Ik zei, en hoe mocht je fiets meenemen? Die mocht hij dus niet meenemen toen. En toen kwam ik er dus achter dat ze 20 kilo bagage mee mochten nemen, alsof ze op vliegreis gaan. En geen fiets. Het is al erg genoeg voor die mensen, weet je wel. En dan zit je daar in zo'n tentenkamp, hartstikke koud, het vriest, het kraakt. En dan moet je spullen achterlaten. Toen hij het hoorde, werd Peter woedend. En het COA werkte ook al niet mee. Ja, dat kun je niet maken gewoon. Kinderen die zijn er tegen hecht, die hebben er nooit een fiets gehad. Dan hebben ze er een keer één, dan moeten ze hem achterlaten. Het is toch van de gekke, man. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar ik heb ook die COA, die heb ik nog een mailtje gestuurd. Of het zin had om opslagruimte te zoeken, dat je verloopt. Maar dan moet je alles weer gaan labelen, namen erop. Dat is een hele organisatie weer. Maar ze reageerden niet echt behulpzaam of zo. Dus ik dacht zoiets van, zoek het uit. Hij plaatste een oproepje op sociale media en al snel regende het reacties. Veel stadgenoten wilden helpen. Iedereen wil wel, of iedereen. Een hele hoop mensen willen die zeggen, ik doe wel een drager achterop. En ik ken een man die is fietsenmaker daar. En die rijdt nu naar Paterswolde toe met het bagage van twee families. En dat doet hij gewoon vrijwillig. Dat moeten we hebben. Ik maak me geen zorgen. Want ik hoor ook dat er elke ochtend een vrachtwagen staat te wachten. En het komt helemaal goed. Gelukkig.